Yo Nintendo fans, super tof dat je kijkt naar deze gloednieuwe Pokémon Isle of Armor DLC video. En in deze video ga ik proberen mijn gloednieuwe maatje Cupfoot te laten evolueren. En daarvoor moet je vrienden met hem worden, daarvoor moet je op zoek naar dit soort mooie plekjes waar je kan uitkijken over het eiland. Je moet hem natuurlijk ook lekker gaan levelen, dat kan bijvoorbeeld tegen deze Lycanroc. En als die dan eenmaal evolueert, of als de friendship oké is, dan moeten we dus weer naar de meester van de dojo, meneer Mosterd. Ja, en dat is dat. En ondertussen kunnen we natuurlijk ook gewoon gaan proberen om zoveel mogelijk Pokémon te vangen. Ja, ik vind Lycanroc wel altijd een basis Pokémon. Dat is echt een vette. Die hebben we al gevangen. Dat kan je zien rechtsbovenin bij het Pokéballetje. Dus we gaan hem maar gewoon verslaan met onze Buffalant. Die echt... Oh, Buffalant is echt zo sterk. Ik had niet verwacht dat Buffalant zo sterk zou zijn. Ik vind het echt een nice Pokémon. En natuurlijk hebben we een Blastoise van level 37 ondertussen. Die we ook aan het trainen zijn. Ja, dus dat. Ik denk niet dat hier nog zo'n mooi uitzichtpunt is. Ik denk niet dat ze hier twee uitzichtpunten maken. Laten we even proberen om deze Skarmory te vangen, guys. Er zitten meer dan 100 nieuwe Pokémon in deze DLC. En je moet ze natuurlijk weer proberen allemaal te vangen om de Pokédex weer compleet te maken. En ik denk niet dat wij deze gaan vangen. Want ik denk eigenlijk dat wij deze gewoon in één keer gaan slopen. Hij is namelijk zichzelf al aan het slopen en dat doen wij ook nog. Oh, oké. Nee, dit is natuurlijk niet super effectief. Want Skarmory is ook een Flying-type Pokémon. Nou, dat is nice. Dan kunnen we hem gaan proberen om te vangen. Komt u maar, Skarmory! Oké. Ja, of niet natuurlijk. Kijk, het hoeft niet. Het zou wel leuk zijn, maar het hoeft niet. Kijk, ik snap niet dat jij nou gewoon jezelf wil proberen te slopen. Want dat is wat je nu mee bezig bent, Skarmory. Ja, kijk, dit bedoel ik. Henky, wat ben je nou aan het doen? Je had toch veel beter in mijn team kunnen komen? Cupfoot groeit naar level 24, die wil Brick Break leren. En dat is wel nice. Die wil ik hem wel leren. Oké, een nieuwe Skarmory. En nu lukt het wel. Nice. Zo, daar hebben we die ook weer binnen. Lekker. Maar ik denk dat we gewoon het beste even op zoek kunnen gaan naar die uitkijkpunten. Ik weet niet hoeveel uitkijkpunten er zijn, maar we hebben er tot nu toe eentje weten te vinden. Ik verwacht niet dat er een uitkijkpunt ergens zo binnen is. Dat geloof ik niet. Het is wel super leuk om hier even zo te rijden natuurlijk. Lalalala, even kijken wat de Pokémon hier allemaal zijn. Dudrigun. Even een itempje. Oh, oké. Wishmer, dit was niet de bedoeling, vriend. Wishmer ziet er zo, ja... schattig uit. Kunnen we hem misschien gewoon in één keer zo vangen? Deze leuke Wishmer. Ja hoor, hoppakee. Dan hebben we die ook weer binnen in de Pokédex. Zijn we lief voor die Wishmer, hè? We hebben hem geen eens aangevallen. Ik wilde alleen deze Pokébal maar even hebben. Eens even kijken, waar is de uitgang? Hier is de uitgang. Hé, hier is nog zo'n mushroom. Die mushrooms die kunnen we ook oppakken. Daar kunnen we lekker soepie van maken. Kijken of we hier ergens zo'n uitkijkpunt... Oh nee, hier gaan we ook geen uitkijkpunt vinden. Kennen we hier naartoe? We kennen helemaal wel hier naartoe. Ja, ik heb zo'n vermoeden dat er sowieso ook ergens op één zo'n eilandje zo'n uitkijkpunt is. Zou dat dat eiland zijn? Yo, en daarachter dan? Is dat dan de plek waar we moeten zijn? Oké, wat is dit voor plek? Hier is in ieder geval een raid. Het is geen Max raid, maar het is een Among Us raid. Oeh, Magnezone. Die is wel vet. Alleen heb ik geen hele goede moves tegen Magnezone. Dat is wel even minder. Dit gaat hem sowieso niet heel veel pijn doen. En Discharge gaat mij wel heel veel pijn doen in dit weer. Zal ik Magnezone gewoon proberen te vangen? Let's go, Ultra Ball. Oh, ik heb niet zoveel goede counters voor Magnezone. Ja, nee, Magnezone ga je niet zomaar vangen. Oké, nog een keer aanvallen. Let's go. Ah, oh, dit gaat veel te traag. Oké, ik denk dat mijn Buffalant zo... Nee, mijn Buffalant gaat nu sowieso down. Ja, dit is klaar. Oh, ik heb echt zo weinig alternatieven tegen Magnezone. Let's go. Crunch hem. Oké, meer dan de helft van zijn HP is weg. Nice. Kunnen we nu nog een keer proberen om hem te vangen? Ja. Nee. Oh man, opeens is hij ook sneller. Met Discharge gaat hij mij slopen. Oh nee. Kom op man, doe niet zo. Laat me je gewoon even vangen man. Kom op. 1 en 2. Ja, kom maar. Ja, Discharge en dan is het ook gelijk klaar. Ja hoor. Ik kan niks tegen deze Pokémon. Scyther gaat ook in één klap dood. Het was echt een heel slecht idee om naar dit eiland te gaan. Ja, nu wel. Oh, oké dan. Zoveel moeite voor Magnezone. Nou, Magnezone is wel echt goed, jongens. Echt een hele goede Pokémon met heel weinig weaknesses. Dat is super nice. Oh, jemig. Kijk dan, die uitkijkpunten staan gewoon op de map. Ga mij niet vertellen dat ik de enige ben die daar pas veel te laat achter kwam. We moeten dus naar Loop Lagoon. En daar kunnen we sowieso komen als wij deze kant op gaan. Eventjes om het eiland heen. Dat is volgens mij niet Loop Lagoon. Ik denk dat Loop Lagoon... Is dat hier? Op dit strand? Nee. Even kijken. Loop Lagoon. Ben jij hier ergens? Ja, kijk. Dit is sowieso Loop Lagoon. Oh, Gyarados. Oppassen altijd voor Gyarados. Kijk, kunnen we ook daarboven komen of wat? En zijn we nu in Loop Lagoon dan? Ja, we zijn er nu wel. We moeten nu alleen even... Oh, op zoek. Oh, snap.
Kijk wie we hier vinden. Ik wilde dus zeggen, we moeten op zoek naar zo'n trainer uit de dojo. Maar hey, we komen even een Zorak tegen, joh. Hè? Ik wist niet eens dat die ook in de DLC zat, Zorak. Wat vet. Er zitten zoveel gave Pokémon in de DLC. Er zitten te veel gave Pokémon in de DLC en we slopen Zorak. Oké, ik onderschat mijn Buffalant weer eens een keertje. Oké, we komen vast nog wel eens een keertje een Zorua tegen ergens. Even die trainer zoeken hoor. Sta jij misschien daar ergens op het strand dan? Want volgens mij kan ik niet daar naar boven ergens. Trainer. Hallo. Ah, kijk, dit ben je, hè? Dit ben je. Hi there, Rick. You've got to see the view from here. Come on. Why don't you and Kapfu enjoy the scenery together? Yeah. Hey, Kapfu is mooi, hè? Is mooi, hè? Ziet er heel goed uit, Loop Lagoon. Oké, nu nog even snel naar de Brawler's Cave en naar de desert daarbovenin. Ja, en ik reed net door deze grot en ik dacht dat ik hier in deze grot niks moest doen. Maar volgens mij moet ik toch hier in deze grot iemand vinden, in de Brawler's Cave. Klopt dat, Town Map? Ja, zie je, dat klopt gewoon. Dan ben ik alleen dus niet naar deze kant geweest. Sta jij dan hier? Nee. Hè? Huh, jij staat gewoon daar. Oh, ja. Waarom vond ik jou niet? Ik kreeg net de melding dat we al beste vrienden zijn. Dat ik eigenlijk al naar de meester moet. Maar hey, ik wil gewoon ook nog naar die andere plek. Ik ga mijn Kapfu echt even verwennen. Ik ga hem alle plekken van deze DLC laten zien. Dus we gaan ook nog wel even snel naar die desert. Ondertussen weten we toch al waar dit is. Moeten we namelijk hier naar beneden. En dan moeten we hier de afslag nemen richting de rechterkant. Door die grot heen. Kijk, en hier staat die trainster al gelijk te wachten. Wat een prachtige woestijn is dit, hè. Oké, laten we teruggaan naar de meester. En dan gaan we even checken hoe de meester erover denkt. Hallo meester. Kapfu en ik zijn de beste matties geworden, jongen. Hij zegt ook, Kapfu heeft weer zelfvertrouwen. Super. We zijn allebei ready. En we moeten Mustard volgen. Yo, Mustard. Where are you going? Mustard zegt dum di dum 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 la 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 la. Nu, Rick en Kapfu, als je sterker wil worden, dan zijn er speciale trainingsplekken speciaal voor Kapfu. De torens van de twee vuisten. En dat is er inderdaad één van. Dit is de Tower of Waters. En dat is de Tower of Darkness. Hij zegt, ja, je moet wel even van tevoren bedenken welke toren je wil, want Kapfu wordt dan een bepaald type. Dus in de ene toren wordt Kapfu een fighting en een water type. En in de andere toren wordt hij een fighting en een dark type. En dat is allebei dik episch. Ik denk dat fighting en dark eigenlijk beter is. Maar ik speel deze game ook nog op Twitch. En ik denk dat ik op Twitch naar de fighting en de dark type ga. Laten we in deze playthrough naar de water tower gaan. Uiteindelijk heb ik dan toch twee Kapfus. Dus weet je, het maakt ook eigenlijk geen bal uit. Go, 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 go. Dan ben ik heel benieuwd of we dit gaan redden. Want ik denk niet dat we dit gaan redden. Want volgens mij moet je hier echt op een bepaald level zitten. Ik denk ongetwijfeld dat je Kapfu aan het einde gewoon level 60 moet zijn. En hij is nu nog maar level 30. Dit is de toren van het water. En als je hier naar binnen wil, zorg ervoor dat Kapfu dan de enige Pokémon is in je team. Oké, nou dan gaan we de rest maar eventjes zo in de box doen. Dit doet wel pijn. Dan moet ik allemaal anders. Andere Pokémon moet ik achterlaten, jongen. Heb ik nog een leuk itempje voor Kapfu? Oké, leftovers. Ja, we gaan hem leftovers geven. Let's go, Kapfu. Wait, wat? Zag ik dit nou goed? Kapfu moet minimaal level 70 worden. Oké, dit duurt nog wel even, jongens. Ik denk dat ik Kapfu even tot level 70 ga trainen een aantal dagen. En dan kom ik zo bij je terug. En in de wereld van YouTube gaat het altijd supersnel. Hoppakee, en toen was Kapfu in één keer level 70. Kijk, we staan dan hier, de baas. Wat een baas is dit, joh. Ik vind hem zo cool. En we gaan hem hopelijk evalueren in deze toren. We gaan de Tower of Water doen. We gaan Kapfu trainen. Let's go. Deze man zegt ook dat als Kapfu level 70 is, dat dit wel moet gaan lukken hier in deze toren. We zijn 100% zeker dat we Kapfu willen laten evolueren in een fighting en een water type Pokémon. Daar gaan we. Ben je er klaar voor, Kapfu? Ben je er klaar voor om deze trainers even een poepie te laten ruiken? Deze trainer zegt, de regen valt, zodat de regen een rivier wordt. Oeh, dit is filosofisch. En de rivier wordt daarna een oceaan. Zoveel kracht heeft water. Oké, let's go, Master Dojo student. Let's go, Psyducky. Kom op, Kapfu, jij kan dit. Ik ga voor Focus Punch. Sowieso ben jij sneller dan Psyduck. Oh, wacht. Oh nee, nu al de verkeerde move. Nee, in ieder geval gelukkig heb ik leftovers. dit was niet de beste keuze, jongens. Doe maar gewoon Brick Break. Ja, let's go. Ah, ik heb hem net niet down. Nee.
Oké. Ja, in de andere toren heb je de super effective moves. Want daar ben je ook een fighting type Pokémon. Maar dan moet je het opnemen tegen dark type Pokémon. En dat is gewoon super effective. Dus ik denk serieus dat deze toren wel even iets lastiger is dan die andere toren. Hoppakee, 1300 XP'tjes erbij. En we hebben in ieder geval deze eerste student verslagen. Maar goed, dat was ook een level 65 Psyduck. Dus dat... Als we die niet hadden verslagen, dat zou niet best zijn, jongens. In ieder geval, hoppakee, Kupfu even healen. En door naar de volgende etage. What up? Jij lijkt nog steeds heel erg op Hou. Ben jij de broer van Hou of zo? En nu tegen Krabby. Nou, dat moet ook wel lukken, toch? Break, break. Hoppa. Ja, we slopen hem niet in één keer, hoor. We hebben toch elke keer wel weer twee klappies nodig. Nog eentje, hop. Hoppakee, op je bakkeroni, lekker. Oké, nice. Tweede is ook verslagen. Krabby is down. We mogen weer een vloertje omhoog. Wie wordt de derde na Psyduck en Krabby? What up, wie heb jij? Gaat het ons lukken om Kupfu te evalueren? Gaat het ons lukken om al deze studenten te verslaan? Zij hebben Meryl. Ja, daar mogen we ook echt niet van verliezen, hoor. Hoppakee, let's go, Kupfu. Laten we eens even Iron Head gaan proberen. Daarmee kan ik mijn tegenstander ook flinchen. Oké, die is toch iets minder sterk. Ik ben wel heel blij met leftovers. Dat is zo'n fijn item. Oké, Kupfu. Brick break dan maar. Let's... Oké, die is not very effective. Daar gaat Meryl. Toch maar weer terug naar Iron Head dan. Oké. Meryl gaat nu even de te snelle move doen. Aqua Jet. En nu is het wel klaar met Meryl, toch? Lekker, man. Meryl heeft wel de beste defense van de drie. Van Krabby, van Psyduck en Meryl heeft Meryl dus blijkbaar de beste defense. En door naar de volgende. Naar de vierde vloer. Naar de drielingbroer van Hou. Yo, man. En deze gast heeft... 1 Poliwhirl. Nog geen eens een Poliwhirl guy? Come on, man. Ik had wel wat Ultimate Pokémon verwacht. Waarom hebben ze geen Golduck's en Kinglers en Poliwhirls? Poliwhirl die is zichzelf ook even lekker aan het verdedigen. Dus dit duurt nog even ietsje langer. Dat maakt niet uit. Ja, wij krijgen weer wat HP erbij van de leftovers. Dus dat is helemaal prima. Poliwhirl is trouwens leveltje 68. En Poliwhirl is sneller, maar hij mist zijn aanval. Lekker, man. Lekker bezig, Poliwhirletje. Hoppakee, HP'tjes erbij. Gaat hij zichzelf weer verdedigen? Nou ja, ondertussen hebben we wel weer bijna full HP. Dus ja, dat is dan weer een voordeel. Nu krijg ik wel een Whirlpool op mijn bakkes. En hij krijgt een Brick Break op zijn bakkeroni. Oké, jongen, nog één klappie, dan zijn we er. Aerial Ace erbovenop, dan is Poliwhirl kapot. Lekker. Oh, ik heb zo zin om Kupfu te evalueren, jongens. En nu mogen we... naar de bovenste vloer. Nou ben ik wel even benieuwd wie ons daarop staat te wachten, jongens. Ja hoor, het is weer Mustard. Mustard is wel echt de baas van dit eiland gewoon, jongen. Mustardje, gaan we hier weer battelen? Mustard zegt, nou ik dacht al dat je deze toren zou kiezen. En daarom ben ik hier naar boven gekomen om jullie op te wachten. Rick en Kupfu, jullie hebben het supergoed gedaan. Kupfu die is ook trots. En de laatste tegenstander is inderdaad Mustard. En het is al een hele tijd geleden dat hij heeft gebatteld op deze manier. Maar hij denkt dat hij het nog wel kan. Dat hij het nog wel in zich heeft. Laat me je de laatste les leren. De essentie van het water. Let's go, Mustard. Let's do this. Ik heb er zin in. Oh! Oh, snap! Kijk hem gaan, jongen. Oké. Nice, ik wist niet dat je dit in je had. Het is Kupfu tegen Kupfu. Lekker, man. Hoppa, let's go. Oké, meneertje. Hey, dit ziet er wel een stuk toffer uit dan hoe je er normaal uitziet, man. Kijk hem gaan, jongen. Hij is echt nog... Hij heeft nog een perfecte conditie, joh, die gozer. Oké, ik hoop dat ik sneller ben. Aerial Ace is natuurlijk super effective. Ik ben inderdaad sneller. Lekker, man. Aerial Ace erbovenop. Hoppakee, op zijn bakkes. Let's go, Mustard. Kom maar, laten we gaan kijken hoe dit gaat. Hij doet ook Aerial Ace. Nee! Ja. En waarom heeft hij dan meer dan de helft van mijn HP eraf, hè? Dat is niet eerlijk. Ik ga dit denk ik net niet winnen, gewoon. Hij heeft een sterkere Kupfu. No way. No freaking way. Ik ga dit niet winnen. Oké, hij gaat Focus Energy doen. Yes! Lekker, man. Lekker gedaan, meester. Als je nou gewoon Aerial Ace had gedaan, dan was ik waarschijnlijk wel down. Dan kan ik nu mijn derde Aerial Ace doen en dan is het gewoon klaar. Hoppa! Oh my gosh. Laat de meester mij hier nou winnen of wat? Anyways, we did it, man. We did it. Kupfu, ik ben trots op je, man. Ik ben trots. Kijk hem lachen. Kijk hem lachen, die oude baas. Ja, Mustard is wel echt een coole dude, hoor. Holy crap. Wat een team, zegt hij. Dit hebben jullie goed gedaan. Het is impressive. Impressive. Ja, man. Met het vuur in mijn ogen in deze watertoren. Pap, tik hem aan, vriend. Nice. Kijk hem even trots zijn.
Maar hij heeft dus gewoon nog zijn eigen Kubfu ook, jongen. Mustard zegt trouwens nog, Leon was mijn beste student heel lang geleden. Hij heeft deze try ook gedaan, maar hij is nooit bij het einde van de toren gekomen. We zijn nu officieel 2 keer beter dan Leon, guys. We moeten Kubfu deze scroll van het water laten zien. En daar gaan we. Oh snap, there we go, Kubfu, kom je? We gaan Kubfu laten evolueren hoor, ja, let's go. Ga ervoor jongen, ga ervoor, ik weet niet wat je moet doen, maar ga ervoor. Ja hoor, ja hij voelt het van binnen. Beware, there we go, Kubfu evolueert. Dit is vet, hij wordt echt zo'n vette Pokémon jongen, Kubfu wordt echt een baas. Kijk dan, hoppakee, Urshifu, dit is hem. Dit is de eindbaas Urshifu. En deze Urshifu is dus een fighting en een water type. En deze Urshifu geeft zijn tegenstanders knijt te veel klappen. En daarmee verslaat hij zijn tegenstander. Staat er in de Pokédex. Hij slaat non-stop. Net als een rivier. En hij wil een nieuwe move leren. En die heet Surging Strikes. Let's go. Let's do this. Het is een water move. En die slaat 3 keer op rij. En het is altijd een critical hit. Oeh. Ja, die gaan we sowieso even leren. Hoppakee. Surging Strikes. Oh snap. Kijk hem. Before you stand, Urshifu. What? Ik vind dit wel een van de vetste Pokémon hoor. Uit deze nieuwe generatie. Oh, en we krijgen nog een cadeautje trouwens ook van Mustard. Oh, we krijgen zo'n Lee card. Nice. En Mustard zegt, laten we teruggaan naar de dojo. Holy crap. Kijk hem staan dan. Wat een baas. Hij is ook gewoon echt flink groter dan ik, jongen. What up, Urshifu? We did it. Dat was hem dan weer voor deze aflevering. In de volgende aflevering gaan we kijken wat we nu nog meer kunnen doen in deze DLC, de Isle of Armor. Doe een blauw duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal voor meer Pokémon en Nintendo video's. En wil je mijn live zien gamen, volg me op Twitch.tv/Rickettune. En dan zie ik je daar, of gewoon bij de volgende video. Mazzel!